voor de kandidaten is het eigenlijk de eerste dag. Mijn eerste gevoel hier is dat het echt heel gaaf is. Al die mensen en ja, het is gewoon hard doorwerken en gewoon vol ervoor gaan. Ik denk dat het toch buiten zeker een temperatuur van 28 graden is op het moment en binnen... Ja, ik doe gewoon mijn eigen ding. Maar ik hoor ze er niet over klaar. Ik ben nu een goot aan het maken voor diverse kabels en draden. En vanaf daar ga ik met pijpjes en kabels weer naar andere punten zoals stopcontacten, schakelaars en de groepenkast. Als ik hem zo zie en vanmorgen voor de wedstrijd gesproken heb, is hij erg ontspannen. Ze letten heel erg op veiligheid hier en vooral ook op ja, maten. Oh, zegt hij, lukt wel hoor. Het mag 2 mm veranderen, maar meer ook niet. Er zijn heel veel materialen anders dan in Nederland. Hier werken we echt met materialen die hier vandaan komen. Het is hier allemaal toch robuuster, steviger, groter. Naast mij zit een Canadees en een Koreaan. En ja, ik heb geen idee hoe die het doen, want ik ben gewoon druk met mijn eigen ding bezig. Ik let niet op hun. In het begin zei ik dat ik 16 à 17 zou worden. Ik denk dat ik rond de 19e plek kom. Nou, ik weet niet of ik verder omhoog ga, maar ik hoop het. Ik ga ervoor. Ik hoop dat hij toch de 10 behaalt.